Ik ben Nauzat Suleiman. Ik kom uit Koerdistan. Ik ben inmiddels 25 jaar in Nederland. Ik ben ooit gevlucht uit Iraks Koerdistan. En ik ben van beroep maatschappelijk werker, maar ik werk nu als tolk en vertaler. En ik zit in de politiek in Zoetermeer. Ik was soldaat in het leger van Saddam Hussein in 19. 90, toen de Eerste Golfoorlog begon. En 4 dagen voordat de aanvallen op Irak door de coalitietroepen gestart werden, ben ik gedeserteerd uit het leger. En toen ben ik gevlucht naar de bergen in Koerdistan. En kort daarna zijn de Koerden in opstand gekomen. Maar omdat Bush senior heeft oorlog beëindigd, heeft Saddam zijn leger weer bij elkaar gebracht. En de opstand is neergeslagen. En toen moesten wij massaal vluchten naar de bergen. En uiteindelijk naar Turkije en Iran. Ik ben in Turkije terechtgekomen, in een vluchtelingenkamp. En daar heb ik 1,5 jaar ongeveer doorgebracht, in een tentenkamp. Net vlak na de grens met Irak. We zagen nog Irakse gebieden. En via de Verenigde Naties ben ik uiteindelijk 25 augustus 1992 naar Nederland gekomen. De omstandigheden waren heel erg slecht. In de winter was het heel erg koud en we hadden helemaal geen voorzieningen. En in de zomer was het heel warm juist. En we zaten met vier mannen, jonge mannen, in een tent, een kleine tent. Ja, we hadden weinig eten, helemaal geen bezigheden overdag. En we wisten niet wat met ons gaat gebeuren. We zaten gewoon te wachten of terug te keren naar Irak als de omstandigheden beter zouden worden, of uiteindelijk naar een ander land te vertrekken. En uiteindelijk heeft de Verenigde Naties onze namen geregistreerd en verspreid over verschillende landen. En toen ben ik naar Nederland gekomen. En in die tijd waren er ook nog gevechten tussen het Turks leger en de Koerdische strijders in dat gebied. En heel vaak was de weg afgesloten. En we waren afgesloten in een tentenkamp. We mochten ook niet naar buiten, we hadden dat recht niet. En we zaten eigenlijk in een heel kleine ruimte met bijna 2000 mensen zaten in dat kamp. En met weinig voorzieningen, weinig eten en drinken. Totaal anders dan in ieder geval nu het geval is. Ik weet nog heel goed dat wij rond 1 uur 's avonds op Schiphol aankwamen. Er stonden medewerkers van de vluchtelingenwerk op ons te wachten. We werden met een bus naar Apeldoorn gebracht en ja, werden naar een speciale opvang voor uitgenodigde vluchtelingen gebracht. Ik was heel moe van de weg en van de reis met vliegtuig. Het was ook de eerste keer dat ik met een vliegtuig vloog. Ik had een beetje hoofdpijn, dus ik had die nacht niet zoveel meegemaakt. En het was voor mij ook de eerste keer dat ik in een normale bed kon slapen, want in het tentenkamp hadden we ook geen bedden en alleen maar een deken onder en deken over. En in de ochtend werd ik wakker in een heel mooie omgeving met een prachtige park voor het gebouw en met een bijzondere geur van de bloemen. Ja, en dat was heel bijzonder en de mensen waren heel erg aardig. En 6 weken zijn we in Apeldoorn gebleven. Om een beetje bij te komen en een beetje kennis te maken met Nederlandse taal en cultuur. En we hebben daar ook eerste Nederlandse lessen gehad. Maar de mensen waren echt heel erg bijzonder. En als ik dat vergelijk met nu, toen was nog geen sprake van grote groep vluchtelingen natuurlijk. Het was heel bijzonder als we op straat liepen, gingen mensen naar ons kijken, want er waren ook niet zoveel überhaupt buitenlanders en vooral niet in steden als Apeldoorn. En dus dat was heel anders. En als ik Nederland vergelijk met andere landen, ik ben bijvoorbeeld dit jaar 2 keer in Bulgarije geweest, dan is het echt een wereldverschil hoe wij met vluchtelingen in Nederland omgaan. Hoe de medewerkers van COA, van IND,
En van andere vluchtelingen werk bijvoorbeeld met vluchtelingen omgaan. Ze hebben gewoon veel menselijke, humane benadering, bejegening. En de opvangcentra zijn ook veel beter uitgerust met allerlei voorzieningen. En ze worden ook beter behandeld. Dus in die zin, de Nederlandse autoriteiten die doen hun best om de vluchtelingen op een goede manier, naar maatstaven van hoe wij gewend zijn in Nederland op te vangen. Alleen de laatste maanden is het instroom zo groot geworden dat het bijna onmogelijk is om voor iedereen een goede plek te vinden in een AZC of in een andere opvangcentra. Dus daar heb ik ook begrip voor. En ik heb ook begrip voor dat men ook bang is voor al die vluchtelingen die hierheen komen. Maar er is gewoon geen andere oplossing. Mensen kunnen ook gewoon niet in eigen land blijven. Zolang de oorlogen en de crisis in die landen blijven bestaan, zullen mensen op de vlucht slaan. En ik denk, zolang wij als wereldgemeenschap niks aan die oorzaken doen, zullen wij altijd de gevolgen zelf ondervinden. Ik heb veel contacten met vluchtelingen en de meningen zijn verschillend. Je hebt mensen die ongeduldig zijn omdat hun familie is achtergebleven en zich zorgen maken over de familie en ze zijn niet, kunnen de geduld niet opbrengen om langer in die opvangcentra, tijdelijke noodopvang, te blijven. En zij denken misschien als we naar Duitsland gaan, dan gaat het sneller. Dan kunnen we onze familie sneller halen, bijvoorbeeld. Maar je hebt ook mensen die heel blij zijn dat ze uiteindelijk gewoon in een veilig land terecht zijn gekomen. En ze dragen ook heel veel nare verhalen met zich mee. Maar op dit moment komen ze nog niet aan dat proces om met mensen te delen, omdat ze nog in de noodopvang zitten. En ik weet uit eigen ervaring dat zo'n proces, hè, van de verwerking wat je allemaal meegemaakt hebt, pas later, na een jaar of twee, nadat je ergens zich hebt gevestigd, kan beginnen. Ik denk dat de vluchtelingen sowieso in de eerste 2 jaar goede begeleiding nodig hebben. Dat is dus van wat wij aan de vluchtelingen kunnen bieden. Als wij echt een goede integratie willen hebben in Nederland van de nieuwkomers, nieuwe vluchtelingen, dan moeten wij heel goed de eerste 2 jaar ze goed begeleiden. Dat heb ik ook gehad destijds. En dan ben ik ook bevriend geraakt met iemand en heb nog steeds contact mee. En wat ik van vluchtelingen verwacht en denk dat zij moeten doen, is geen dag laten voorbij gaan zonder dat zij iets leren over de Nederlandse taal, over de Nederlandse maatschappij. Ik weet dat ik in de eerste maanden eigenlijk, de eerste weken nog, als je mijn huis had gezien, er lagen overal van die gele stickertjes, kaartjes, opgehangen met Nederlandse woorden en letters. Ik wilde gewoon elke dag 10, 20 woorden leren. En dan moest ik heel vaak zien. Als ik naar het toilet ging, hingen daar wel van die stickertjes in de badkamer, in de woonkamer, in de slaapkamer. Dus kon ik elke moment heel veel Nederlandse woorden leren. En zo kan je de taal heel snel beheersen. En dat leidt uiteindelijk dat je ja, heel snel je plaats kan vinden in de maatschappij. En ik ben heilig van overtuigd, als je plek hebt gevonden en als je niet tot last bent in de maatschappij in Nederland, dat iedereen je accepteert en dat je gewoon een deel uitmaakt van de maatschappij. Ik denk dat dit soort instromen hebben wij in het verleden vaak gehad. Uiteindelijk zullen heel veel mensen hun plek vinden in deze maatschappijen. En er zullen zeker mensen zijn die ook uiteindelijk weggaan en teruggaan naar andere landen gaan. En er zullen zeker ook mensen tussen zitten die het niet redden en die vallen in een ja, isolement, in een eenzaamheid, in misschien ook sommigen in de criminaliteit. Maar ik ben wel van overtuigd dat het overgrote meerderheid het goed gaat doen. En ik denk dat dat ook een beetje met onze wereld te maken heeft.
We leven gewoon in een wereld waar bijna geen grenzen bestaan. En dus de landen die vinden het heel moeilijk om grenzen te trekken. Mensen hebben de vrijheid ervaren om te reizen waar ze naartoe willen. En we moeten vluchtelingen ook in dat kader zien. Het is een globale wereld geworden en mensen zijn op zoek naar hun veiligheid, naar hun geluk, naar hun betere toekomst voor hun kinderen. En als zij het hier niet vinden, gaan ze terug naar hun eigen land. Als het in eigen land niet is, dan gaan ze naar een ander land. En dat geldt voor ons ook in Nederland.